Welkom en leuk dat je kijkt naar het Weekjournaal. We beginnen deze uitzending met Frank Gerritsen-Milkus. Hij is aan de laatste maanden begonnen op de Koerbelt. Ja, klopt. Ik ga voor het seizoen aan de slag bij Hulsense Boys, hier uit de buurt. Hulsense Boys, niet onbekend. In ieder geval ga je de clubkleuren, blijf je trouw, rood-wit. Hoe kom je zo bij Hulsense Boys? Goeie vraag. Ja, clubkleur blijf ik trouw, gelukkig wel. Rood staat me goed volgens mij. Nee, ik had deze aangegeven dat ik hier weg wou. Aangeven dat ik mezelf liever als anders aan het werk zie komend seizoen. En daar wou de TC graag in meewerken. Na zo lang voor de club gespeeld te hebben, dachten ze, daar gaan we bij jou meedenken. Dus je hebt wat rondgebeld, appjes gepleegd. En zodoende kwam de Hulze mijn belletje. Verbaast me een beetje, want volgens mij zat je heel dicht tegen de selectie. Of althans, het eerste elftal zat je heel dicht tegenaan, toch of niet? Ja, dat gevoel had ik zelf wel. Ja. Maar ik krijg zo weinig speelminuten dat je op een gegeven moment voor jezelf gaat kiezen en ook lekker aan het voetballen wil komen. Ja, dat is duidelijk. Hulsense Boys dus. Een aantal jongens gingen hiervoor. Waaronder Mart Nieuwenhuis, inmiddels doelman bij Dato. En Patrick Lohuis, hij is doelman van Hulsense Boys. Ken jij nog meer spelers? Nee, Dennis Schoenmaker heeft hij natuurlijk nog gespeeld. En voor de rest ken ik alleen Patrick. Patrick heb ik voor de tijd ook even gesproken over hoe en wat. Maar voor de rest eigenlijk nog vrij onbekende club voor mij. Ook nog een bekende is de keeperstrainer Arjan Schipper. Al enige jaren werkzaam bij Hulsense Boys. Vele jaren hier op de Koerbelt menig keeper getraind. Van hem weet ik gewoon dat Hulsense Boys een warme club is. Een club met veel ambitie. En een club met eigenlijk al jarenlang zeer goede jeugdopleiding. Oké, hij is niet bekend bij mij. Maar nee. Wat je zegt over de club, dat hoor ik eigenlijk ook alleen maar. Dus eigenlijk een heel goed gevoel bij Hulsen. Kortom, goed gevoel bij je keuze. Ja, absoluut. Zeker. Wat zijn de verwachtingen van Hulsense Boys, van jou? Dat ik een versterking voor de selectie ben. Dat ik er gelijk kan staan aankomend seizoen. En dat moeten we dan gaan bewijzen. En welke verwachtingen heb jij van Hulsense Boys? Hulsen doet nu mee in de tweede klasse om de kampioenschap nog. Dus ik hoop eigenlijk dat ze dit jaar misschien wel de stap kunnen maken naar de eerste klasse. En anders wil ik ze volgend jaar aan het kampioenschap helpen van de tweede klasse. Kijk, dat zijn nog eens een keer uitspraken. Absoluut. Frank, op dit moment kom je natuurlijk het meest uit voor de tweede elftal van Excelsior. Hoe staan zij ervoor? Eigenlijk ook heel goed. Ze staan tweede in de competitie. Zaterdag slordig puntjes laten liggen, maar alsnog niemand overboord. Ik denk dat ze nog steeds een goede kans maken om het kampioenschap. Oké, je gaf net aan tweede klasse. Uiteindelijk denk ik met jouw kwaliteiten niks ten nadele en tekort doen aan Hulsense Boys. Maar dat er ooit nog wel weer een stap hogerop in zit. En is dat dan tegelijkertijd ook jouw ambitie? Ja, voor mij de ambitie is wel om later weer over een x aantal jaar toch weer die stap omhoog te maken. Ik denk wel dat ik dat in me heb. En ik denk dat daar Hulsen een hele mooie tussenstap voor kan zijn. Vooralsnog eerst hier alles mooi afsluiten. De club waar je denk ik bent opgegroeid en die altijd in je gedachten zal blijven. We gaan je heel veel succes wensen. En wie weet, het is dichtbij, dus komen we daar een keer met de camera langs. Zo leuk. Om jou te volgen. Dankjewel. Succes man, bedankt hè. Dankjewel, komt goed. Het eerste elftal verloor afgelopen zaterdag met 5-1 van OD 59. Komende zaterdag wacht een thuiswedstrijd tegen Hoek. Dirjan Reinders, met wat voor gevoel kijk jij terug op afgelopen zaterdag? De uitwedstrijd tegen Odin. Ja, dat was natuurlijk niet goed. Je verliest natuurlijk met 5-1. Alleen ja, die laatste twee in de laatste minuten, wij gaan naar voren. Dus die tel ik eigenlijk niet mee. Maar ja, het was niet goed en we hebben het er maandag even over gehad. En daarmee is het volgens mij ook afgesloten en moeten we op naar zaterdag. Kijk. Kort en bondig. Maar toch, even terug naar jou afgelopen zaterdag. Want volgens mij was jij een van de weinige spelers met de meeste kilometers in de benen. Want ik zag jou op een gegeven moment van voor naar achteren sprinten. Je verdedigende dingen doen. En vervolgens weer aanvallend je bemoeienissen. Hoe zwaar was die wedstrijd voor jou persoonlijk? Ja, op zich, eerste helft wou nog wel. Tweede was natuurlijk wel iets zwaarder. De ruimtes werden ook groter. En eigenlijk de laatste kwartier, 10 minuten zat ik er wel doorheen. Maar ja, je moet door.
Ja, maar goed. Ook vanwege de inzet die je dus toonde. Want ja, op een gegeven moment, laten we even beginnen bij het begin van de wedstrijd. Tweede, derde minuut, als ik het goed heb. Kreeg je eigenlijk je eerste kans, schot op goal. Althans, dat dacht ik even vanaf de tribune te zien. Bal ging een metertje naast. Ja, gelijk op het begin al kreeg ik bal van Hakim volgens mij. En die ging inderdaad net naast. En ik denk nog geen minuut of twee minuten daarna staan we het 1-0 achter. Ja, dat is precies mijn volgende vraag. Hoe frustrerend is het dat dat schot van de aanvoerder van Odin er wel in gaat? En wij dus op dat moment met de neus op de feiten worden gedrukt. Wij de kansen, hun de goals. Dat is heel frustrerend. En ook na die 2-0, ja. Ik heb eigenlijk altijd het gevoel gehad van, weet je, als we die 2-1 maken, dan en we gaan met 2 in de rust in, dan gaan we hem nog winnen. En dan maak je 2-1 en dan is het ook zo weer 3-1. Nou, precies die gedachte had ik ook vanaf de tribune. Ik zei nog voor de radio van, het kan een wedstrijd worden 4-6, het kan 6-4 worden, kan alle kanten op. En dan kijk je naar de tweede helft, dan had het bijvoorbeeld een 0-0 wedstrijd kunnen zijn. Hoe anders kan een wedstrijd verlopen? Ja, in de rust hadden we zelf ook wel het idee van, nou weet je, dus eigenlijk, ja, je staat met 3-1 achter, maar eigenlijk is er nog niet echt wat in de hand. Als wij gewoon ons eigen ding doen, dan kunnen we hem zo nog maar winnen. Maar ja, tweede helft hebben we volgens mij niet echt een kans gehad. Je gaf net aan, punt erachter zetten en niet meer niet te lang over doen. Nou, bij deze dan sluiten we dat even af. Aanstaande zaterdag, wedstrijd tegen HSV Hoek. Wat weet jij van deze ploeg? Ja, sinds dat ik hier ben heb ik er volgens mij nog maar 1 keer tegen gespeeld. Maar volgens mij is het een voetballende ploeg en dat ligt ons vaak wel. En volgens mij zijn ze goed begonnen. Ze hebben 2 wedstrijden dit jaar en 2 keer gewonnen. Dus het wordt gewoon weer een leuke wedstrijd. Ja, vorige week wonnen ze nog de Zeeuwse derby tegen Goes met 2-0. En volgens mij, als ik goed geïnformeerd ben, hebben ze ook wat versterkingen binnengehaald. Ja, volgens mij zijn er een paar Belgische jongens erbij. Dus ja, dus ja, eigenlijk weet je eerlijk gezegd nog niet zo heel goed wat je verwacht. Heel veel. Nee. Ja, voor mij die aanvoerder is nog wel, is wel een aardige speler volgens mij. Die speelt er al een tijdje. Ja, dat was die aanvoerder van afgelopen zaterdag ook, man. Die schoot er 2 in. Ja. Nee, flauw. Ja, weet je, we moeten ons eigen spel spelen en we spelen thuis. En als wij goed zijn, dan denk ik dat hem gewoon gaan winnen. Ik weet niet, die informatie heb ik niet. Maar ik weet niet, gezien de reis die Hoek zaterdag hier naartoe moet maken. En straks natuurlijk de heenreis voor ons. Ik weet niet of Hoek nu zaterdagmorgen vertrekt of een dag ervoor. Maar hoe is zo'n reis nou voor een potje voetbal voor 90 minuten? Ja, het duurt altijd. Het is een lange reis. Ja. Ja, je weet dat die wedstrijden komen en die moet je daar voorbereiden. En ja, het is even lang zitten. Maar wat zou jouw voorkeur zijn? Op de dag van de wedstrijd vertrekken naar helemaal onder in Zeeland? Of zeg je van, nou, laten we lekker een dag van tevoren vertrekken? Ja, ik heb daar niet. Als je een dag van tevoren hebt, dan zit je daar s'avonds ook in een hotel. En dan zit je ook maar een beetje te kijken. Wat dat betreft kun je net goed gewoon zaterdagochtend bij de hele zaterdag kwijt. En dan heb je die weer gehad. Wat mogen wij zaterdag van jullie verwachten? Nee, ik denk gewoon ons eigen ding. We gaan niet opeens gekke dingen doen omdat we met 5-1 verloren hebben van Odin. Volgens mij is dat ook niet nodig. Wij gaan gewoon ons spel spelen hoe wij het altijd willen. En dan hopen we met 3 punten te staan. Met het publiek erachter, aanstaande zaterdag en een lekker zonnetje. Afgelopen zaterdag was het hartstikke koud. Zaterdag omstandigheden een stuk beter volgens mij. Ga ik ervan uit dat de 3 punten hier thuis blijven. En daar ga ik jullie heel veel succes mee wensen. Dankjewel. Bedankt. Excelsior 31 tegen Hoek begint aanstaande zaterdag om 2:30. De samenvatting is later deze dag bij ons te zien. Dit weekjournaal zit erop. Bedankt voor het kijken en een goed weekend.